Het BK Rally ontwaakt traditiegetrouw uit zijn winterslaap met de rally van Haspengouw op de verkavelingswegen rond Landen. De kalender bestaat uit 9 wedstrijden waarvan de deelnemers er 8 mogen aanduiden waarin ze punten kunnen scoren. En van die 8 zullen de beste 6 resultaten in rekening worden gebracht, 1 minder dan vorig jaar. Op die manier worden teams met een beperkt budget toch aangezet om aan 6 resultaten te komen. Er zijn 3 favorieten dit seizoen om te beginnen uitredend kampioen Vincent Verschuren. Niet met het nummer 1, maar opnieuw met zijn geluksnummer 46, dat van Valentino Rossi. Eigenlijk getwijfeld om met de 1 te starten? Nee, ik heb niet getwijfeld. Nummer 46 heeft mij veel geluk bijgebracht vorig jaar en daarom wil ik absoluut terug met het nummer starten. Wie wel met het nummer 1 mag rijden is Cédric Chérin, ook in een Skoda Fabia R5. Maar veel plezier beleeft hij er niet aan. Chérin haalt niet eens het einde van de eerste lus. Op de 3e proef ziet Robin Maas hem al als een gek passeren. Hier zien we datzelfde moment vanuit de wagen van Chérin. Die gaat dan al helemaal uit de bocht, opgefokt als hij is omdat hij werd opgehouden. En op proef 4 gaat het dan echt mis. Hij zit letterlijk en figuurlijk in de shit, welkom in de mesthoop. Cédric Chérin, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ah, malheureusement, dans le dernier virage de la quatrième spéciale, on a freiné un peu trop tard. Et à l'extérieur du virage, il y avait un talus, un tas de terre que le fermier avait mis. Et on a tapé le radiateur et le radiateur est cassé. Donc voilà, c'est l'abandon malheureusement prématuré et trop tôt pour nous ce week-end. De derde musketier is Chris Prinsen. Hij zal minstens 6 BK-rallies rijden. Genoeg om mee te doen voor de titel. En in Haspengouw is hij als streekrijder en ervaren rat altijd favoriet. Ja, men zegt altijd favoriet, maar ik weet ook niet waarom. Maar ik kom 1 keer per jaar ook op die weg, aan de kant van Alboyenhoven en zo. Ik ken die daar ook niet meer, niet beter als een andere rally. Maar oké, het is natuurlijk mijn streek. Ging onder de KP, maar ging passeerde echt heel kort bij mijn deur. En juist op die KP heb ik altijd het moeilijkste om Vincent te volgen. Dus misschien weet ik daar te veel valstreken liggen, dat ik er meer snel genoeg rijd, ik weet het niet. Maar het is alleszins thuis rally. Ja. Dit is het enige beeld dat we kunnen tonen van Steven Dolfen in de Citroën. Al heel vroeg komt hij op zijn dak te liggen. Ook de Porsche starten onder een slecht gesternte. Dit is Gunther Monnes bij de start van de eerste proef. En hij lijkt helemaal niet klaar voor de strijd, gordel niet aan. Dan toch maar naar de start. Nu heeft hij zijn handschoenen nog niet aan en dus te laat vertrokken. Oei, meteen weer stoppen. Geen handschoenen aan, hij wil dan ook een nieuwe tijd. Terug, discussie en uiteindelijk veel te laat weg. We waren nog niet klaar met onze kleren en alles aan te doen. En we krijgen de startminuut. En dus we willen aanzetten. De starter doet teken voor 20 seconden voor aan te zetten. En toen trekken ze ons deur terug open dat het boekje nog niet is afgegeven. Dus ja, we konden niet vertrekken en ons minuut was al ontlopen. En daarom zijn we terug achteruit gereden voor een nieuwe minuut te krijgen. Nog slechter vergaat het Patrick Snijers, die enthousiast was dat hij een volledig BK kon rijden. Maar de problemen beginnen al bij de start. We rijden hier buiten en na 300 meter breekt een kardan, een aandrijf vast. Iets wat de laatste 5 jaar op die Porsche nooit gebeurd is. We repareren die. Eigenlijk waren we dan wel buiten koers. We hebben nog een kleine test gedaan ervoor. We rijden de volgende proef, eerste, tweede proef, doen we 6e, 7e tijden. Zonder problemen. In de 3e proef in Heers breekt een andere kardan, andere aandrijf vast. Ja, dat was helemaal over en out. De beste start is voor Vincent Verschuren. De Belgische kampioen is de snelste in de eerste lus, 7 seconden voor Chris Prinsen. Cédric Chérin is dan al uit koers verdwenen. Tot nu toe loopt alles goed. We hebben in deze 2 proeven een heel klein beetje verschil kunnen maken, maar ja, het is zo moeilijk, het is droog. En het parcours ligt er vrij makkelijk bij, zal ik maar zeggen. In vergelijking met andere jaren is er veel modder. Maar goed, we mogen hier fouten maken en een strak tempo aanhouden om te kunnen voortblijven. Achter Verschuren en Prinsen staat Guillaume de Mévius op een knappe 3e plaats. De juniorenkampioen van vorig jaar heeft zijn overstap naar de R5 vlot gemaakt.
Hij maakt er een gemengd seizoen van met BRC en WRC, waar hij in de Monte Carlo al knappe dingen liet zien. Les routes du Monte Carlo et les routes ici sont très différentes. Le rythme, l'ambiance, ça c'est très différent, mais ça fait du bien de rouler en Belgique. Et puis en plus, je connais un peu mieux. L'année passée, on a gagné ici en R2, donc je connais un peu mieux le terrain. C'est plus facile pour se lâcher. Dit is Robin Maas. Vorig seizoen werd hij voor de groene tafel Belgisch kampioen bij de Historics. Na de disqualificatie van Stefan Prinzi omwille van het gebruik van een niet-conforme versnellingsbak. Maas heeft de overstap gemaakt naar de Skoda Fabia R5. En zo'n 4x4, dat is toch even wennen. Probeer het eens onder woorden te brengen, die aanpassing. Dag en nacht verschil. De 4x4 is heel anders. Het gewicht van de wagen voelt anders aan. Ook de remzones zijn heel anders. Ik heb ook een stage gedaan in Lapland om dat te gaan verbeteren. Samen met Vincent Verschuren. Die stage was bij Arwin Schwartz. Wat heb je van hem opgestoken eigenlijk? Heel veel. Eerst en vooral het linksbijremmen om de wagen terug in balans te brengen. Spelen met het gewicht van de wagen. En trouwens, heel veel respect voor een WRC-piloot als Armin Schwartz. Terug van heel lang weg geweest, Steve Materne. Het is 8 jaar geleden dat hij nog eens het WK rijdt. Hij start in Landen samen met Rick van Lessen, een samenwerking die eerder toevallig tot stand kwam. Steve Materne, je keert terug op nationaal niveau. Hoe is dat zo gekomen? Vorig jaar heb ik mijn sponsor Copeloot toevallig leren kennen op de voetbal van ons zoontjes. Daar een beetje gepraat aan de toog en tussen pot en pint zo een beetje over de rally begonnen. Zijn interesse is dan gekomen, we zijn eens gaan kijken en dan hebben we vorig jaar een Evo 10 gekocht. We hebben 3 wedstrijden mee gereden en ja, de smaak te pakken. En ja, dit jaar zijn we dan terug begonnen met het Belgisch kampioenschap en we hopen dit jaar vooral ervaring op te doen en naar volgend jaar toe een beetje meer wedstrijden te rijden met een R5 en zo stilaan op te bouwen. Materne rijdt dit seizoen 3 rallies met de Skoda R5, de rest met een Mitsubishi. Halfweg de rally van Haspengouw staat regerend kampioen Vincent Verschuren comfortabel op kop. Van de eerste 6 proeven heeft hij er 5 op zijn naam geschreven. Alles loopt op wieltjes. Chris Prinsen probeert zijn wagonnetje aan te haken, maar hij kan gewoon niet mee met het tempo van Verschuren. Hoewel Prinsen wel het volle pond geeft. Het is gewoon een kwestie van overmacht. Hij is toch een heel stuk sneller geweest, deze tweede boekel. We rijden goede proeven, heel goed zelfs, vind ik. Maar toch, ik heb hier nooit zo grote verschillen op het droge gezien. Maar blijkbaar, ik weet ook niet van waar de tijden komen, maar we kunnen er niet aan, sowieso niet. Je zit aan 100% of toch daartegen? Ja, we hebben een paar proeven echt geprobeerd. En, het is ook niet, ik kan begrijpen dat je een seconde of anderhalf seconde sneller bent, maar als je een perfecte proef rijdt en je krijgt 8 seconden of 5 seconden of zo, dan weet ik het ook niet. Frustrerend ongetwijfeld voor de eergierige Chris Prinsen. Achter Verschuren en Prinsen is Guillaume de Vivius nog altijd de best of the rest. Hij beperkt de achterstand en toont dat hij gegroeid is als rijder. De Mevius gaat hard, ook in Halle-Booienhoven. Terug op het programma met de bekende passage over de kasseien waar veel volk staat. Tussen al die R5's is er ook een WRC verloren gereden. Die van oude bekende Mark Timmers. Hij start in Haspengouw met een Subaru Impreza. Met Peter Kaspers als co-rijder. Hij zat vorig seizoen nog naast Chris Prinsen. De WRC heeft meer power dan een R5, maar is wel een relatief oude wagen. Petter Solberg won er ooit de Acropolis Rally mee. Mark Timmers, hoe gaat het tot nu toe? Oh, niet slecht. We hebben een klein probleem gehad in de eerste KP. We hebben die motor stilgelet, of zo. Zoiets in haar spel. Spijt ik genoeg. Ik weet niet, tussen 5 en 10 seconden. En in de tweede KP, dat was aan de start, op de startlijn ook. Voilà, dus dat is alles. Maar je kan het nog? Dat weet ik niet. Ik heb een goed gevoel, maar ik mankeer van de ritme. Dit is de vice-kampioen bij de junioren van vorig jaar, Sébastien Bedoret. Hij zit achter het stuur van een Peugeot 208, een wagen uit de koninginnenklasse dus. En hij draait mooi mee in de top 10. C'est un autre monde de ce qu'on a connu l'année passée. Maintenant, bon, on sait très bien qu'ils font un temps d'adaptation, donc on ne regarde pas vraiment les chronos, on essaie d'apprendre au fur et à mesure et faire un maximum de kilomètres avec la voiture. Er zijn ook een paar snelle Mitsubishi's in koers. Om te beginnen die van streekrijder Jonas Langenakens.
Hij komt uit Landen, het wordt zijn 12e deelname op een rij. Even leek het erop dat hij met een R5 aan de start zou komen, maar dat bleek dan te hoog gegrepen. Jonas Langenakes, jij zit hier op vertrouwd terrein vandaag. Ja, dat klopt. We rijden ons thuisrally hier. Dus proevenkennis en zo hebben we hier wel. Alleen is het jammer dat het weer veel te droog is. Onze auto die een beetje minder in vermogen is, kunnen we moeilijk vechten ten opzichte van de R5'en. Maar goed, we doen ons best. Ik denk dat we 6e, 7e staan. En de dag is nog lang. We gaan er nog een beetje tegenaan gaan. Minder goed vergaat het een van de andere Mitsubishi's, die van Steve van Bellingen. Hij lijkt nooit het goede ritme te vinden. De plaats in de top 20 lijkt het hoogst haalbare. Steve van Bellingen, hoe loopt het tot nu toe? Het gaat niet zo goed bij ons. We hebben echt een verkeerde keuze gemaakt in ophanging en banden. De eerste drie speciaals, dus we gaan nu proberen. We hebben alles veranderd, alles het roer omgeslagen. Dus we gaan zien wat we kunnen verbeteren. Want we staan maar 27e, dus het is echt moeilijk. Sorry, maar ik moet weg. Okay. En dan plots opschudding in de rally. Leider Vincent Verschuren krijgt een tijdstraf van 30 seconden, omdat hij een chicane zou afgesneden hebben. Onbewust, zegt hij zelf. Op de derde proef deze morgen is er een situatie veranderd. En het lint kwam dwars over de baan door de wind. Ik vind dat de organisatie had beter stroopbal gezet, want er is hier enorm veel wind. En dat was een heel bizarre en verwarrende situatie. En ik ben dan iets te ver gegaan. Ik ben terug in achteruit gegaan en verder gereden. En waar ik in tegendeel, ik heb geen tijdswinst gehad. Ik heb alleen maar tijdsverlies gehad. En, goed, ja, blijkbaar krijg ik een penalty van 30 seconden, omdat ik een hoekje van 4, 5 meter zogezegd afgesneden heb. Maar ja, dat is nooit de bedoeling geweest. En ik heb moest er nu nog zijn dat ik tijdwinst heb, zou ik het nog kunnen begrijpen. Maar ik vind 30 seconden een hele zware straf. Door de tijdstraf komt Chris Prinsen zowaar weer aan de leiding. Maar de verschillen zijn verwaarloosbaar. Na 8 klassementsproeven is de voorsprong van Prinsen 3,5 seconden. Na KP9 1 seconde en 2 tiende. Na KP10 1,5 seconde. En bij het ingaan van de laatste proef 2 tiende van een seconde. Het slot wordt gruwelijk spannend. Bij de Porsches gaat de zege, ondanks de stevige concurrentie, naar Henri Schmelcher. Hij won vorig jaar ook al in Haspengouw. De Belgische titel, dat zit er niet in? Nee, daar heb ik geen tijd voor en dat kostte veel geld. Bij de junioren is er voor eigen publiek nog net een podium voor Stijn Pacolet uit Zuid-Leeuw in de Ford Fiesta R2. Hij is net als vorig jaar derde, maar meer zat er nu niet in. Het is moeilijk voor mij om te volgen, omdat ik met de juniorwagen aan het rijden ben. Ik kom hier redelijk wat vermogen en topsnelheid tekort. Maar we zijn echt ons uiterste best aan het doen om er toch bij te blijven. Plaats 2 is voor Thibaut Mazouin in een Skoda Fabia R4. Hij is pas aan zijn tweede seizoen bezig in het junior BRC. En de zege die gaat met een marge van meer dan een halve minuut naar Niels Rijnvoet in een Ford Fiesta. Rijnvoet is een gewezen wielrenner die nu een nieuwe passie heeft gevonden. In de voetsporen van zijn vader zou je kunnen zeggen, gewezen rallyrijder Kurt Rijnvoet. Bij de Historics is er geen verrassing. Paul Litaar snorde ervan bij de start vandoor en de rest zag hem niet meer terug. Litaar in zijn Subaru Legacy. Is de Belgische titel en dat alleen maar goed genoeg nu? Oh ja, dat genoeg. Ja. We hebben over 30 jaar dus kampioen van België geweest. En dit jaar proberen we hetzelfde te doen. Tijd voor een round-up bij de grote jongens. Op plaats 5 is Steve Materne geland in de Skoda Fabia. Met zijn onervaren co-rijder Rick van Lessen. Ons café-duo houdt streekrijder Jonas Langenakes uit de top 5. Een plaatsje hoger op 4 eindigt Mark Timmers in de Subaru Impreza WRC. Mooie comeback van de man die in 1994 al op het podium stond in Spa met een Subaru. We noteren een verdienstelijke podiumplaats voor Guillaume de Mévius, die probleemloos de overgang van junioren naar de koninginnenklasse heeft gemaakt in zijn Peugeot. Hij moet maar 35 seconden toegeven op de winnaar. Maar wie wordt dat dan? Chris Prinsen begon dus aan de slotproef met 2 tiende van een seconde voorsprong op Vincent Verschuren. Verschuren wordt als eerste op pad gestuurd. Hij klokt 6 minuten, 12 seconden en 20 honderdste. En dan komt Prinsen, herenigd met co-rijder Bram Eelbode. Hij kent zijn richttijd, hij heeft de rally van Haspengouw al 2 keer gewonnen, maar lukt dat ook nu? Want Verschuren draaide op de meeste proeven toch de scratches.
Het lukt 16-10-80 voor Chris Prinsen. Hij wint een van de spannendste rallies van de laatste jaren met 1 seconde voorsprong. Of kan dat nog veranderen? Legt Vincent Verschuren zich neer bij de tijdstraf van een halve minuut. Ik vind het een hele zware sanctie voor een feit waar de organisatie zeker evenveel schuld aan heeft als mij. Maar goed, ja, het is gebeurd. Het is beslist door de sportcommissie en we moeten het aanvaarden. Er komt dus geen klacht sportief van Verschuren en feest in het Prinsdom Prinsen. Het was op het einde enorm, enorm hard. We hadden voor de laatste boekel eigenlijk de setup volledig omgegooid, volledig en droog weer, goede grip gezet op aanraden van het team. En dat heeft gemarcheerd. We waren direct een heel stuk sneller en we begonnen er terug een beetje in te geloven door de straftijd van Vincent natuurlijk. Anders was het niet meer mogelijk geweest. En voor de laatste proeven hebben we gewoon beslist, oké, we geven alles en we zien wel. De debatten om de Belgische titel gaan verder in het tweede weekend van maart met de Spa Rally.